Daphne, dit jaar nieuwe opzet van de FBK Games. Stemt jou dat een beetje tevreden? Ik denk dat het wel een heel gaaf concept is. Het is kort en krachtig, dus je ziet dat de wedstrijd niet al te lang is. Echt van die duels, wat heel gaaf is voor atleten en wat denk ik heel gaaf voor het publiek is. En veel internationale belangstelling. Ga je dan anders zo'n wedstrijd in? Nee, misschien niet zo, want het blijft FBK Games voor mij. Ik vind het leuk om met goede tegenstanders te lopen, dus die zijn er ook natuurlijk. En het blijft eigen publiek, dus dat blijft hetzelfde. Ja, heeft de sport dit nodig, vind jij? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het wel. Mensen willen graag dat het alles snel gaat en alles, ja, dat ze wel hoog niveau zien. Dus ja, we gaan denk ik dit jaar ook ervaren om te kijken hoe de FBK Games op deze manier is. Ja, ze maken er ook een beetje een show van, muziek eromheen. Leidt het af of zeg je van nou, ik vind het wel lekker een beetje opzwevende muziek? Ja, eerlijk gezegd vind ik het heel gaaf. Als er hoe meer muziek en adrenaline er is in een stadion, met muziek, met mensen, met alles, hoe beter het voor mij is. Want hoe meer ik kan genieten en hoe harder ik kan gaan lopen. Het is niet de belangrijkste wedstrijd van dit seizoen. Wel de leukste? Wel een ontzettend leuke, ja. Ja, dit geeft me ook veel energie. Hier kan ik me echt op verheugen om naartoe te gaan en dat vind ik heel leuk. Voel je ook een beetje moreel verplicht omdat het de belangrijkste wedstrijd in Nederland is en jij bent toch de vaandeldraagster? Niet per se dat ik die druk voel, want ik vind het vooral zelf ook heel leuk. Ja, want je hebt wel een vrij intensieve week achter de rug. Ja, zeker, zeker. Dus ik ben nu ook echt een beetje herstellende. Ik ben gewoon lekker aan het trainen, probeer een beetje in Nederlands ritme weer te komen. En dan, het is gelukkig pas zondag, dus ik heb nog een aantal dagen. Ja. En waar is het nou voor jou geslaagd, de FBK Games? Ook als het publiek genoten heeft en als het stadion iets voller zit dan in de afgelopen jaren. Want ja, dat willen ze juist bereiken, hè, die organisatie. Nou ja, ik probeer zo hard mogelijk te lopen en hopelijk kan ik met de winst naar huis gaan voor eigen Nederlands publiek. Ten slotte, we hebben morgen Ellen van Lange, de nieuwe eigenaresse van het evenement, en Hans Kloosman nog in de studio zitten. Is dit nou een leuke organisatie om voor te lopen? Ik kan me voorstellen dat je met Van Lange bijvoorbeeld ook kunt sparren over haar tijd nog. Ja, superleuk. Ik ken Ellen natuurlijk heel goed al jaren en dat is heel erg leuk. Bijvoorbeeld heeft ze ook de organisatie van Shanghai, dus daar hebben we ook veel gesproken met elkaar. En het is heel leuk. Het is leuk om met elkaar samen te werken. Volgens mij ga je genieten dit weekend. Zeker, ik ga mijn best doen. Dankjewel.